Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij op de Deelerheide. Dit moet een mooi stukje landschap vlak boven Arnhem zijn. En ik ben zeer benieuwd hoe het eruit ziet. Vergeet even niet te subscriben, het belletje aan te doen en te liken. En dan gaan jullie nog veel meer mooie video's zien. Maar we gaan eerst eens even kijken hoe het op de Deelerheide is. To hurt, just give me something to last. I think you know.
Oh, wat een donders mooi, stukje gebied hebben we weer gevonden, zeg. Dit is ongelooflijk. Het is, je denkt, Nederland is maar een klein landje. En ach, ik heb het allemaal wel gezien. Nou jongens, dit allemaal, ja, dit allemaal heb ik nog niet veel eerder gezien in Nederland. Oh, het is prachtig hier. Het zijn wel weer de alom bekende heuveltjes. Nou ja, hè? Als we in Arnhem zitten, krijg je dat. Moet je dat gewoon maar accepteren. Het is niet anders. Nou, ik ga mijn reis voortzetten. En ja, als ik wat adembenemend moois zie, dan stop ik wel even om het jullie te laten zien. Nou jongens, tot straks.
Moet je nou eens kijken. Wat hebben we hier? Een prachtige, ja wat is het? Een rund? Ik weet het eigenlijk niet. Schrijf het maar in de comments. Wat je denkt wat het is. Maar oh. Wat een prachtig beest. Hij kijkt me wel heel erg agressief aan. Maar dit is toch mooi om te zien. Ja, hier doen we het voor. Hier doen we die gekke loopjes voor. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Viel ik in herhaling? Nou, ik hoop dat we hier nog meer van dat soort, in mijn Drentse ogen, exotische dieren tegen te komen. En we gaan het snel zien. Wij hobbelen weer door. Yo!
Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I'm leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, go, go. Running. Ik zit zo even na te denken, hè. Was dat beest van net geen buffel? Ja, zo zien buffels eruit. Nou, ik moet zeggen, die buffels, die kunnen er ook wel heel wat van. Non de ju. Overal laten ze het achter. En Jampie moet maar druk op zoek naar een wc. En anders krijgt hij een boete. Maar hebben die diertjes in het wild het toch wel altijd goed. Ja, ik vind dit een super, super, super mooi park. Ik heb de 8,5 kilometer route gekozen, geloof ik. Tenminste, ik ga ervan uit dat deze route dan 8,5 kilometer is. En dat we niet na 11 kilometer denken van welk bordje hebben we nou weer gemist. Want de laatste tijd ging het heel goed met mijn Garmin. Oh, moet je daar achter kijken. Prachtig mooi toch. Maar wat ik dus zei, even to the point. Ja, met mijn Garmin gingen de routes nu in één keer hartstikke goed. En ja, ik dacht, nou dan moeten we zo houden. Maar toen zag ik toch weer een mooi bordje van volg deze route, 8,5 kilometer. Ach ja, dan kom je ook wel op de mooiste plekjes terecht natuurlijk. Of niet dan? Nou, wij kachelen dus nog even door. Ik zie dat het nog maar 3 kilometer lopen is. Dat valt ook wel weer mee. Klein rondje dit keer. Wel een mooi rondje. Een prachtig rondje. Ja, ik heb hier stiekem één stickertje geplakt. Maar daar gaan we niet veel meer doen hier. Deze natuur even in ere houden. Of niet dan? Nou jongens, ik kachel even door. Misschien zien jullie me nog even terug voor de finish. Dan moet ik weer heel wat moois even zien. En anders kachelen we door direct naar de finish toe. Wij spreken elkaar straks. Yo!
Oh, wat een beelden, jongens. Wat een beelden. Prachtig. Prachtig mooi. Het is, ja. Ik sta hier toch wel even van te kijken. Hè? Maar ja, jullie vast ook wel. Jongens, even een slokje water. Want een hardloper moet natuurlijk niet verdrogen. Want dan gaat het niet goed. Over vocht gesproken. Ik heb bij het einde van deze video toch een apart biertje. Het apparaat heet Thai Thai. Een pittig biertje. Pittig scherp stond erop, geloof ik. Moeten we zo even lezen. Maar ja, laten we niet hopen dat ze er te veel sambal in hebben gedaan in China. Hè? Want dat is natuurlijk niet zo verfrissend aan het einde van je run. Nou, ik neem nog even een slokje. En dan toeren wij weer vrolijk door. Ah, lekker. Gaat er altijd heerlijk in water. Maar ik denk dat straks die Thai Thai er lekker erin gaat. Nou, hup, hup. Snel naar die Thai Thai toe. Oh. Feels like the world is coming down on you. You have to move on. Deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love.
Zo, daar hebben we er weer een paar. Hij zit hier vol met die mooie diertjes. Hallo! Rosso's Running Channel hier. Contact. Nou, hij wil niet veel zeggen. Ja, ik weet ook niet wat ze doen. Maar het is toch een prachtig mooi beestje toch. Of niet dan? Prachtig mooi. Hè? Mr. Buffel. Tenminste, ik denk dat jij Mr. Buffel bent. Ja, misschien wel een leuk plaatje voor de thumbnail. Hè? Of niet dan? Nou, prachtig om te zien hier. Hier aan de andere kant. De rest van de familie. Nou, het is echt. Dit zie je toch niet vaak. Het is net of ik in een of ander groot Amerikaans reservaat ben beland of zo. Komt waarschijnlijk omdat ik dit soort dingen alleen maar in films heb gezien. Nou, het is wel prachtig. Nou, wij takkelen even door. Want de finish is ook bijna in zicht. Dus gaan we eens even kijken hoe het daar is. Tai tai. Heb ik het alweer over bier. Oh, 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 oh. Jampie, jampie.
Something is changing. It feels like it's raining on me now. Zo, we hebben hem gehaald. Dat was hem weer. Een heerlijke ronde van 8,5 kilometer over de Deelerheide. Prachtig, prachtig mooi. Nou, we gaan het afsluiten. Ik spreek jullie zo. Dat was hem dan weer. De 8,5 kilometer Deelerheide. Wat een prachtig natuurgebied is dit. Echt, jongens, als jullie je een keer vervelen, ga naar Arnhem, rijd daar even een stukje naar boven en ga genieten van dit stukje prachtige, bijna Amerika. Zo lijkt het. Echt zo'n, een of ander groot gebied met dikke buffels. Prachtig. Om te zien. Ja, ik kon al niet wachten op mijn heerlijke Thai Thai biertje, dus ik heb hem alvast even geopend. Het sigaartje is er weer bij. En ik moet zeggen, dit Thai Thai biertje smaakt heerlijk. Alhoewel, als ik de ingrediënten lees, zou ik denken, nou, dat moet haast niet kunnen. We hebben hier water, gerstemout, tarwemout, galanga, koriander, sinaasappelschil, citroengras, chilipeper, hop en gist. Ja, dit is dus niet water met een smaakie. Hier hebben ze echt hun moeite voor gedaan. Hij smaakt in ieder geval hartstikke lekker. En vergeet niet, subscribe, belletje, even liken. Het helpt mijn kanaal en jullie gaan er nog veel andere mooie video's bij zien. Nou jongens, ik ga lekker rusten. Ik ga je nog even heerlijk genieten. En van mijn Thai Thai biertje. En van mijn heerlijke sigaartje. Tot de volgende keer.